De seinlichten staan op rood. Connie Biese deelde in een brief mede dat de provincie Gelderland geen verder onderzoek wil doen naar de reactivering van de spoorverbinding tussen Nijmegen en Kleef. Zowel van Nederlandse als Duitse zijde is daarop fel gereageerd. Politici Stefan Rouwenhof van het CDU en Stefan Haupt van de FDP schreven in een protestbrief dat de reactivering een van de belangrijkste grensoverschrijdende projecten is. De lokale overheid van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen zegt klaar te zijn voor een intensieve samenwerking met Nederland om dit gerealiseerd te krijgen.